René Petersen, Sint-Truiden, Spijkert, Lierse al meer dan 12 minuten dus vast op de eigen helft. Door te jagen, door fel te voetballen. Weggekopt erover, Koenen goed opzij voor Daalmans. En die pakt graag de buitenkant, Dirk Daalmans. Snel dus ook in snelheid gepakt, erover ruimte op. Koenen met het schot, dat gaat over. Het eerste echte doelschot in de wedstrijd en Sint-Truiden domineert hier. Dat mogen duidelijk zijn. De actie van Daalmans. Weggewerkt. In twee keer. En dan het schot ineens van Erwin Koenen. Over. Molnar. Van Kerkhoven. Rick Daal. Lierse lijkt onder de indruk van Sint-Truiden. Fout van de rover en een stevige op Moret. En dat kost hem een kaart. Ze hebben het heel, heel moeilijk, Lierse. Nog eens die stevige fout van de rover en dat kost hem geel. Cernels. Bal valt goed voor Rekdal. Die kan uithalen, hij heeft de tijd en schiet tegen Balog aan. Snoeks, goed gedaan. Liet zich niet vallen. Dat is ook al iets. Raf Pauwels, goede dribbel. Rekdal met de knal. En die gaat over. Shetil Rekdal voor het eerst. Lierse. Opgewipt met rechts en gepunterd met links. Corner met Petersen. Niet slecht getrapt. Voet zonder de bal door. Opgevangen Koenen. Courtois. Goed doorgetikt. Opnieuw Petersen. Overstapje, versnelling, voorzet achteruit. Moret haalt die bal uit de knut. En schitterend ingeschoten door Kurt Moret. En Sint-Truiden op 1-0. Ze hebben deze wedstrijd tot nog toe, en dat betekent bijna 26 minuten, stevig in de greep. Vanuit een schuine hoek, schitterende goal van Kurt Moret. 1-0. Rekdal. Er is veel ruimte. Omdat Sint-Truiden met veel mensen naar voren getrokken was. Peter Voets. Langs Rekdal. Van Hout en de rover. Kijk hem gaan, Peter van Hout. Moret vraagt hem, daar komt hij! Geweldige save van Jan Mons. Een paar minuten na dat doelpunt. En laten we maar zeggen dat Mons zijn ploeg hier in de wedstrijd houdt. Schitterende uitbraak op snelheid van Hout. Vol op de schoen, Moret, save Jan Moons. Goossen. Oeh, dat is een fout van Steven Goossen. Peter van Hout, voorlangs. Weer een bal die de knock-out voor Lierse had kunnen zijn. Grote mogelijkheid voor Peter van Hout. Na een serieuze vergissing van Steven Goossen, à la Leonard vorige week op Charleroi. De knal van Hout voorlangs. Moons was goed uit zijn doel gekomen. Hij zal balen. Steven Goossen. Pauwels. Steven Goossen. Dat is lang geleden dat ze nog eens zo ver kwamen. Van Kerkhoven. Moeilijke bal voor een schot. Naar buiten getikt voor Snoeks. Goede schijnbeweging. Rekdal met een schot. En die dwarrelt voorlangs. Meer heeft het voetballen van Lierse tot nog toe niet opgeleverd. Bovri. Van Kerkhoven. Gaat schieten. Heeft een goede linker. Nico van Kerkhoven scoorde al twee keer dit seizoen. Maar dit schot ging te hoog. Uithalen met links. Te hoog gemikt. Rusten bij 1-0. Zevende minuut, tweede helft. Er komt een corner voor Lierse dat bij het begin van de tweede helft twee mensen uit de ploeg gehaald heeft. Pauwels en Cernels. In hun plaats kwamen Zefilio en Brokken. Die bal zit in de kluts. Dat was Leeman. Achteruit gekopt. Het schot van Brokken. Tegen zijn ploegmaat Zefilio aan. De twee invallers. Corner Lierse. Karel Snoeks. Hoog getrapt. Nu valt hij natuurlijk. Bal uit de kluts en weggehaald door Petersen. Van Hout. Krijgt steun van Koenen aan de andere kant. Hier komt Petersen, maar daar is Koenen. Met zijn schot. Erwin Koenen binnen 2-0. 13e minuut, tweede helft. De volmaakte uitbraak. Het volmaakte werk van de kleine targetman Peter van Hout.
behoudt het overzicht. Iedereen vergat Koenen, behalve die Peter van Hout. Aanpakken, links. Schieten, links. Scoren, links. 2-0 voor Sint-Truiden. En nu wil ik zien of Liersen nog terugkomt. Mooi beeld van Erwin Koenen die de supporters hier bedankt. Het is een echte rots van Sint-Truiden. Petersen, mooi, met de zool. Dirks. Van Hout. Goed gedaan, goed gedraaid. Goed doorgetikt voor Petersen. Moret voor de goal, de voorzet van Petersen. Weggekopt, Brokken. Snelle en technisch vaardige uitbraak van die van Sint-Truiden. 18 minuten moeten er nog gespeeld worden. Dat was de voorzet van Petersen. En dan wordt die bal corner gekopt door David Brokken. Moret met Goossen. Goed geanticipeerd van de Nederlander. Moons. Moet nu opletten, Jan Moons doet dat en blijft rustig. Maar dat is minder. Dirks kan hem loppen. En die Dirks goal, 3-0. Liersen afgestraft. Ze staan op flanellen benen achteraan. Al van bij het begin van de wedstrijd. Ze krijgen rammel van Sint-Truiden dat heel scherp speelt en blijft spelen. En ze nemen risico's natuurlijk, de mannen uit Lier. Want ze mogen hier geen punten laten liggen, maar dat gaat gebeuren, denk ik. Eddy Dirks was het. Kijk nog eens. Propere lop over Jan Moons. En 3-0. Vrije trap, Balo. Ja, die bal komt goed bij Peter van Hout. Maar hij maakt het niet af. Foutje van Bart de Rover zagen we daar. Snellers. Leeman, Zefilio, Balog. In de voeten van Rekdaal, dat moet toch een goal zijn. En dat is ook een doelpunt van Dirk Leeman. Dat valt hier in een complete stilte. En ze hebben haast bij Liersen natuurlijk. En daar kunnen de truienaars, het publiek hier, blijkbaar om lachen. Want er moeten maar 8 minuten meer gespeeld worden. Simpele goal van Dirk Leeman, zijn 5e van het seizoen. De man van de eerste goal. En dat was een hele mooie. Hij is gisteren 19 geworden. Kurt Moret wordt eruit gehaald. In zijn plaats komt Sven Kaleeuw. Nu erover. Hij maakt zijn been lang, maar niet lang genoeg. Balverlies. Van Hout. De man van de stiel was Daalmans. En die komt ook opzetten. Peter van Hout. Schiet op de vuisten van Moons. De rebound voor Kaleeuw. En binnengetrapt door Daalmans. Maar het doelpunt gaat niet door. Ze stonden met 2 buitenspel. Daar is het eindsignaal. Velkeneers moet niet meer trappen. Een droge tik van Sint-Truiden voor Liersen. Dat hier vanavond kansloos was tegen een geconcentreerd, een fel en vaardig Sint-Truiden. STVV 3, u ziet daar de trainer. Sleurs, Liersen 1. Ja, en Liersen doet dus geen